dat je alleen bent in een oneindig universum en dat je zelf in je eigen uppie compleet verantwoordelijk bent voor je eigen leven. Inclusief alle aansturing van dien, inclusief alle vragen en alle stress die dat oplevert. Want waar moet ik dan naartoe? Friedrich Nietzsche hoort bij de filosofen waarvan je zou kunnen zeggen, kun je best eens een keer een boek van aanschaffen, omdat het fascinerend is om in zijn denkwereld te duiken. Maar je hoeft niet zo heel veel pagina's erin te lezen om je vervolgens ook al snel reddeloos verloren te voelen, want wat bedoelt deze man? Geen enkel idee. En dan kun je je gelukkig weten, want je bent niet de enige die geen enkel idee heeft. Ook Nietzsche-kenners blijven tasten in dat soms ondoorgrondelijke proza dat hij schreef, dat bijna meer poëtisch is dan prozaïsch en dat heel verhalend is en in aforismen wordt uitgedrukt. Ik zal er straks een voorbeeld van geven. Friedrich Nietzsche was zijn leven lang een ongelukkige buitenstaander, zou je misschien wel kunnen zeggen. Hij probeerde carrière te maken op de universiteit. Dat is hem een tijdje gelukt. Hij begon met de filologie, kennis van de oude Griekse cultuur en taal. Maar kwam daar niet ver in. Na de eerste publicatie van zijn eerste boek werd gezegd, nou, dit gaat wel zo buiten het normale patroon dat je misschien maar filosoof moet worden. Dat deed hij en vervolgens werkte hij enige tijd aan de universiteit als filosoof. Daar is hij op een gegeven moment weer mee gestopt. Jarenlang heeft hij niet echt een betrekking gehad. Hij had last van het klimaat, hij mopperde over alles wat hij tegenkwam. Hij verpandde zijn hart aan een vrouw die niet met hem verder wilde en hij was op veel gebieden van zijn leven eenzaam. Steeds woedender, steeds gefrustreerder misschien wel werden zijn teksten naarmate zijn leven vorderde en die werden ook op een gegeven moment al lang niet meer uitgegeven. Want geen hond wilde ze lezen en ze waren sowieso volstrekt ondoorgrondelijk. Ergens 10 jaar voor zijn overlijden is er dan het verhaal dat Nietzsche over een marktplein liep of ergens door een stad liep. En een man zag die een kar had en een paard daarvoor, of een ezel, ik weet het daar niet eens precies. En dat hij sloeg met een stok op dat paard, op die ezel, in een poging om hem te laten lopen. En dat Nietzsche het aanzag, in tranen uitbarstte, het beest omarmde en niet meer los wilde laten, totdat de politie kwam en hem afvoerde naar het krankzinnige gesticht. Voor dat moment, voordat dat zover was, schreef Nietzsche fascinerende teksten. Met wrok en woede, volstrekt onconventioneel, maar opvallend raak als het gaat over de analyse van de hedendaagse, de postmoderne mens. De bekendste tekst van Nietzsche die staat in De Vrolijke Wetenschap en in een ander boek nog een keertje, maar in De Vrolijke Wetenschap. De bekendste tekst van Nietzsche en de bekendste uitspraak van Nietzsche gaat natuurlijk over de dood van God. En hij heeft op zijn Nietzsche's heeft hij een tekst gemaakt die daar smoel aan geeft. Misschien kan ik het zo onder woorden brengen. De dood van God, dat is natuurlijk ook een aforisme. Het is een beeld, want Nietzsche kan onmogelijk hebben bedoeld dat er eerst wel een God was en dat hij op een gegeven moment stierf en dat het nu niet meer zo was. Dus wat hij er precies mee bedoelt, dat is altijd maar even de vraag. Maar dat blijkt ook wel uit zo'n tekst. Die zit vol met aforismen en ik dacht, we gaan hem gewoon een stukje lezen. Hebt gij niet gehoord van de dolle mens die op klaarlichte morgen een lantaarn opstak, op de markt ging lopen en onophoudelijk riep, ik zoek God, ik zoek God? Omdat er daar juist veel van die lieden bijeen stonden die niet aan God geloofden, verwekte hij een groot gelach. Is hij soms verloren gegaan? Vroeg de een. Is hij verdwaald als een kind? Zei de ander. Heeft hij zich verstopt? Is hij bang voor ons? Is hij scheep gegaan? Is hij naar het buitenland vertrokken? Zo riepen en lachten zij door elkaar. Maar de dolle mens sprong midden tussen hen in en doorboorde hen met zijn blikken. Waar God heen is, zei hij, dat zal ik jullie zeggen. Wij hebben hem gedood. Jullie en ik. Wij zijn allen zijn moordenaars. Maar hoe hebben we dit gedaan? Hoe hebben we de zee kunnen leegdrinken? Wie gaf ons de spons om de horizon uit te vegen? Wat hebben we gedaan toen wij onze aarde van de zon loskoppelden? In welke richting bewegen wij ons nu? In welke richting beweegt de aarde zich nu? Weg van alle horizonnen vallen wij nu niet aan één stuk door.
en wel achterwaarts, zijwaarts, voorwaarts naar alle kanten? Is er nog wel een boven en een beneden? Dolen wij niet als door een oneindig niets? Ademt ons niet de ledige ruimte in het gezicht? Is het niet kouder geworden? Is niet voortdurend nacht en nog meer nacht in aantocht? Moeten er 's morgens geen lantaarns worden aangestoken? Horen wij nog niet van het gedruis der doodgravers die God begraven hebben? Ruiken wij nog niks van de goddelijke ontbinding? Ook goden raken ontbinding. God is dood. God blijft dood en wij hebben hem gedood. Hier zweeg de dolle mens en keek opnieuw zijn toehoorders aan. Zij zwegen en keken bevreemd terug. Uiteindelijk wierp hij zijn lantaarn op de grond, zodat hij in stukken sprong en uitdoofde. Ik kom te vroeg, zei hij toen. Het is mijn tijd nog niet. Dit ongelofelijke gebeuren is nog onderweg. Het maakt een omweg. Het is nog niet tot de oren van mensen doorgedrongen. Bliksem en donder hebben tijd nodig. Het licht van de zon heeft tijd nodig. Daden hebben tijd nodig, ook nadat ze gedaan zijn, om gezien en gehoord te worden. Deze daad is nog steeds verder van hen af dan de verste zonnen en toch hebben ze haar zelf verricht. Men vertelt verder dat de dolle mens diezelfde dag nog verschillende kerken is binnengedrongen en daar zijn requiem aeternam deo heeft aangeheven. En naar buiten gebracht en ter verantwoording geroepen zou hij steeds alleen maar het volgende hebben geantwoord. Wat zijn deze kerken eigenlijk nog als ze niet de graven en gedenktekens van God zijn? De dood van God. Ja, natuurlijk. Hè? Dus de vraag is natuurlijk wat dit betekent. De dood van God, het verdwijnen van de vanzelfsprekendheid van God in het Westers-Europese denken. Maar de nadruk in deze tekst ligt niet op het feit, maar ligt op de vraag of het al tot de oren van mensen is doorgedrongen. De nadruk van deze tekst ligt op de vraag, weten wij wat het impliceert? Weten we wat dit betekent? Want God, wat je er ook van voorstelt, God is eeuwenlang, millennia lang, het ankerpunt geweest voor onze beschaving. God is millennia lang de grond geweest op basis waarvan wij konden staan en bewegen. En die kun je dan wel weghalen. En misschien is het tijd ook en had het moeten gebeuren. Maar dan ben je er nog niet. Want vervolgens is de vraag, en hoe dan verder? Wat moeten we doen als er inderdaad geen moraal meer is? Als er geen richting meer is? Als er geen bestemming meer is? Wat je dan krijgt, zegt Nietzsche, en die vraag is veel interessanter dan of God wel of niet dood is. Wat je dan krijgt, is dat je alleen bent in een oneindig universum en dat je zelf in je eigen uppie compleet verantwoordelijk bent voor je eigen leven. Inclusief alle aansturing van dien, inclusief alle vragen en alle stress die dat oplevert. Want waar moet ik dan naartoe? Wat is mijn plek? Wat is mijn bestemming? Ga er maar aan staan, zegt Nietzsche, als je dat in je eentje moet gaan doen. God is dood, ja. Maar het wordt er niet eenvoudiger op. En deze lens wordt een van de meest bruikbare lenzen om het denken van Nietzsche door te begrijpen. En nogmaals, dat is nog niet zo eenvoudig als je dit soort teksten moet analyseren. Maar het is vaak wat gedacht wordt dat Nietzsche probeert te doen. Wat nou als inderdaad nihilisme, volstrekte richtingloosheid op de loer ligt nadat we alles wat ons ankers gaf in het verleden de nek om hebben gedraaid? Wat moeten we nu dan doen? Antwoord, zegt Nietzsche, we moeten op zoek naar nieuwe waarden. We moeten op zoek naar een moment, naar een manier om ons leven nieuwe richting te geven. En hoe gaan we dat dan precies doen? Dat is de vraag die door een belangrijk deel van Nietzsche's werk heen werkt. En er is in het werk van Nietzsche niet zo heel veel meer wat daar richting in geeft dan een aantal concepten. Een van die concepten is misschien bekend, de Übermensch. Dat is de mens die zichzelf, zogezegd, uit zijn eigen haren, uit het moeras van betekenisloosheid omhoog trekt. En dan gaat bedenken waar die zelf, op welke grond die zelf besluit te gaan staan. De mens die in staat is om de eigen voorwaarden van zijn leven te scheppen, de eigen waarden van zijn leven opnieuw te formuleren en daar dan op gaat staan. Dat is, zegt Nietzsche in zijn prozaïsche manier van formuleren, dat is een nieuwe menssoort.
En dat is nog niet zo makkelijk, maar dat is waar we naar moeten streven. Want anders vliegt de betekenisloosheid, de zinloosheid van ons leven ons aan. En je zou kunnen zeggen, voordat ik nog twee termen van invulling daarin ga opdiepen, je zou kunnen zeggen dat Nietzsche met zijn gevoel van de zinloosheid die op de loer ligt als God weg is, dat hij misschien in zijn tijd nog niet zoveel hoorders kon vinden, maar dat het in de 20e eeuw vrij snel gebeurde. Dat mensen inzagen wat hij bedoelde. In de eerste plaats door Wereldoorlog 1. Alles wat te maken had met wetenschappelijke revolutie en ontwikkeling, een industriële revolutie en vooruitgang werd met Wereldoorlog 1 volstrekt onderuit gehaald. En toen we dat gehad hadden, kwam Wereldoorlog 2. En het zijn oorlogen die eigenlijk helemaal niets meer met godsdiensten te maken hadden. Marxisme, communisme, kapitalisme, al die ideologieën die allemaal van God los waren, zogezegd, maar wel een soort ideale samenleving probeerden vorm te geven. Die wereldoorlogen waren ervoor nodig om misschien te laten zien wat het betekent als je richtingloos dreigt te gaan worden. En hoe je daarmee om moet gaan. En zo werd Auschwitz misschien wel het moment dat zelfs theologen, Joodse theologen, christelijke theologen, inzagen dat Nietzsche ergens natuurlijk echt wel een punt had. God is dood. Hij is uit de vanzelfsprekendheid. Maar erger nog, als God dood is, wordt dat er niet eenvoudiger op. Want ook zonder God heb je blijkbaar wereldoorlogen. En ook zonder God heb je Auschwitz. En kun je zien wat mensen elkaar aandoen. En dan is het bijna nog erger dat mensen elkaar dat aandoen, dat mensen stelselmatig andere mensen ombrengen en dat ze daarnaast ook nog zouden moeten zeggen: en echt zin of betekenis heeft dit niet. Dat God weg is, zegt Nietzsche, is tot daaraan toe. De taak die voor ons ligt, dat wordt de grote uitdaging. Hoe dan? We weten het niet precies, maar ik geef nog één ding mee over het denken van Nietzsche, die hier mee worstelt, die hier probeert om uit te lopen. En dat is een combinatie van twee termen. De eeuwige wederkeer van hetzelfde en een andere term, amor fati, liefhebben van het lot. En opnieuw in een aforisme geef ik dan mee waar Nietzsche, welke kant Nietzsche een beetje opdenkt als hij nadenkt over de oplossing voor dit waardenprobleem, deze richtingloosheid. Wat, schrijft hij ergens in een tekst, wat als op een dag of een nacht een demon je achterna zou sluipen na je eenzaamste eenzaamheid en tegen jou zou zeggen: dit leven, jouw leven, zoals je het nu leeft en geleefd hebt, zul je nog een keer en ontelbaar vaak nog een keer moeten leven en er zal niks nieuws gebeuren in dat leven, maar elke pijn en elke lust en elke gedachte en elk zuchtje en al het onzichtbaar kleine en grote van je leven moet weer naar je terugkomen en alles in dezelfde volgorde, inclusief deze spin en dit maanlicht en tussen de bomen eveneens dit ogenblik en ikzelf. Je hele leven als een film die zich oneindig vaak afspeelt, inclusief alles wat erbij zat. De eeuwige zandlopen van het bestaan wordt steeds weer omgekeerd. En jij daarbij, stofje van stof. Zou je je dan niet op de grond gooien met je tanden knarsen en die demon vervloeken die dat zo zei? Of heb je ooit een geweldig ogenblik beleefd waarin je hem zou antwoorden: u bent een god. En nooit hoorde ik iets goddelijkers. Stel je voor, zegt Nietzsche, jouw leven met al zijn downs en zijn ups nog een keer. En nog ontelbaar vaker. Stel je je dat voor en voel bij jezelf wat het doet. Realiseer je hoe je dat zou vinden. Want daarin ligt de oefening. Wat je wilt, wat we moeten leren, zegt Nietzsche, is dat we ja zeggen. Ja zeggen tegen het leven in al zijn facetten, inclusief zijn dieptepunten, inclusief zijn hoogtepunten. En wie leert ja te zeggen tegen het leven, die vindt zijn eigen grond opnieuw uit.
Stel je de eeuwige wederkeer van hetzelfde voor en heb liefde voor je lot. Zeg ja tegen je leven, inclusief alle onhebbelijkheden. Wie daarin slaagt, die heeft de weg naar de toekomst gevonden in een betekenisloze werkelijkheid. Dat is Nietzsche. En zijn filosofische spoor raakt aan het postmoderne leven, zou ik wel willen zeggen. Ik denk dat je daar iets van herkent.